Oh jongens, waarom doe ik dit ook? Ik zie het helemaal niet. Oh, hè? Kijk eens aan en dan is dit de make-up look by Milan. Oké, 3, 2, 1. Oh my god, ik lijk wel een meme speler of zo. Ja, erg hè. Wat vind je? Nou, ziet er nog best wel uit. Ja, hè? Yo, tof dat je kijkt naar een nieuwe aflevering van Kook TV Fast Lab. Mijn naam is Milan en vandaag ga ik Esmee verrassen. Esmee is 18 jaar oud, woont hier in Bergen en heeft een eigen YouTube kanaal. Zij uploadt daar elke week make-up video's en dat heeft alles te maken met wat wij gaan doen vandaag. Ik heb namelijk een make-up set meegenomen, kaartjes waar challenges op staan en die moet zij vandaag goed gaan uitvoeren. Wil zij vandaag met mij mee naar de grote verrassing van de dag. Wat dat is, dat vertel ik later. Maar ze woont al hierachter, dus ik ga gewoon lekker bij haar aanbellen. Ik hoop dat ze thuis is eigenlijk. Goedemorgen, jij bent Esmee. Ja, klopt. Kom eens even naar buiten. Ik ben Milan. Ik ga me voorstellen en ga ik je knuffel geven. Esmee. Hoe is het? Ja, goed. Met jou? Goed. Oké, nou dan gaan we naar binnen, want het is ijskoud. Zo, jij hebt natuurlijk geen idee wat er gaat gebeuren. Nee, ik weet helemaal niks. Vertel eerst even over jezelf, want ik weet dat jij een eigen YouTube-kanaal hebt. Ja, klopt. Heel veel met make-up doet. Ja. Waarom ben je een YouTube-kanaal begonnen? Ja, ik had altijd op Instagram laten komen best wel veel foto's over make-up en zo. En toen kreeg ik best wel veel vragen of ik dan ook filmpjes wilde maken. Ja. Wat doe je er allemaal op? Ik maak vlogs, shoplogs en ik maak natuurlijk ook make-up tutorials. Dus dat heb ik toen gedaan en het is goed ontvangen. Wat leuk. En ik ben nu bijna 5 jaar bezig. Dus zo, ja. Wat vind je het allerleukste om te doen? Ik denk toch wel de make-up tutorials. Wat goed, oké. Okay, ja. Laten we daar vandaag wat mee gaan doen. Ik heb een berichtje van iemand. Okay, of je dat wil voorlezen. Lieve Esmee, op de volgende opdrachtkaarten vind je een aantal make-up challenges. Aan jou en Milan de opdracht om deze make-up challenges geheel volgens plan te volbrengen. Lukt het je? Dan wacht ik je op met een leuke verrassing. Lief X. X. Okay. Oeh, spannend. Wie zal ik zijn? Challenge 1. Ik heb een slaapmasker voor je meegenomen. Zet dit slaapmasker op en maak Milan, dus mij, binnen 10 minuten zo mooi mogelijk op. Oh god. Denk aan de blush en geef hem cat eyes. Ik heb make-up voor je meegenomen. Hier kan ik wel wat mee. Ja, kan je hier wat mee? Hey, maar Esmee, waar wil je eigenlijk nou naartoe met je YouTube-kanaal? Wat is jouw droom? Ja, ik zit nu op de 33.000 abonnees, dus ik denk dat het doel 50.000 gaat worden. Dus dat denk ik. En gaat dat lukken? Dat hoop ik. Goed zo, jongens, abonneer even op het kanaal van Esmee. Nou, alsjeblieft, doe hem om. Spannend? Ja, zit mijn haar in. Oké, Esmee, waarmee wil je beginnen? Met foundation. Als ik in je ogen hou, dan moet je het zeggen hoor. Mm-hmm. Het voelt alsof het er heel goed uitziet. Het voelt echt heel raar. En dan wil ik nu verder met poeder. Oh, ik zie echt helemaal niks. Hé, maar Esmee, waarom vind je YouTube-video's maken zo leuk? Omdat ik in een video echt superveel kan vertellen en ook heel erg veel kan leren aan meiden. En ik heb best wel een jonge doelgroep en dat vind ik heel erg leuk. En dan nu nog mascara. Oh jeetje, mascara. Maar dat vind ik echt heel eng. Oké. De tijd is om. Dit is het geworden, lieve mensen. Oké, kijkt u maar. Oh, hè? Oh, die wimpers zijn echt nog best wel goed gemaakt. Echt? Alleen de foundation zit nog echt overal. Kijk eens aan. Aan jou de taak om een foto te maken. Top, oké. Nou, dat is goed gelukt. Challenge 1 bij deze, voltooid. Yes. Deze keer is het Milans beurt. Milan moet jou opmaken. Hij moet je onder andere voorzien van smoky eyes. Ik ben heel benieuwd. Oké, ik ben geen pro. Ik doe mijn best. Doet u maar lippen naar voren. Kijken. Ja, top zo. Doe maar duckface. Super. Kijk eens aan. En dan is dit de make-up look by Milan. 2, 1. Oké, 3, 2, 1. Oh my god. Ik lijk wel een meme speler of zo. Ja, erg hè. Ik vind het geslaagd. Dat betekent dat challenge nummer 2 is voltooid. Dan gaan we op naar challenge nummer 3. Maar die doen we niet hier, maar op een andere locatie. Oké. Okay. Ik ben aangekomen in de studio waar het allemaal gaat gebeuren. De laatste challenge. Esmee die gaat hier zitten en de no mirror make-up look doen. Dus zij gaat zichzelf opmaken zonder dat ze ziet hoe dat eruit ziet. Dan komt Sally binnen met de spiegel en kan een grote verrassing beginnen. Ik ga Esmee ophalen. Ik heb een studio geregeld, want je moet natuurlijk nog één challenge voltooien om de grote verrassing van vandaag mee te maken. Dit is een daglichtstudio waar wij onze allerlaatste challenge gaan doen. Kom maar met je jas. Ben je zenuwachtig? Beetje. Dit is de No Mirror Make-up Challenge. Weet je wat het inhoudt? Ja. Oké. Okay. Maak jezelf op zonder een spiegel voor de camera. Doe dit zo mooi mogelijk in 3 minuten. 3 minuten. Okay. Voor je hele complete make-up look. Serieus? Serieus. Hoe lang doe jij normaal gesproken over je make-up? Kwartier, 20 minuten. Een kwartier, 20 minuten. 3, 2, 1. Dames en heren, we beginnen met de foundation. De tijd loopt. We hebben nog 2 minuten.
En je wordt nu achter je spiegel klaargezet. Oké, nog niet achter je kijken. Voor mij ben je geslaagd met alle challenges. Binnen 3 minuten tijd een hele mooie make-up look. Dan zou ik zeggen, draai je om. Hoe vind je? Nou, het ziet er nog best goed uit. Ja, hè? Ja, het ziet er nog best goed uit, inderdaad. Leuk jou te ontmoeten. Oh, hi. Hey. Wat leuk. Hoe is je dag met Milan? Ja, superleuk. Hey lieve allemaal, superleuk dat je weer kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag gaan we weer lekker make-uppen. Laten we beginnen. Doe het lekker vooral op jouw manier. Let's go. Wat wij nu gaan doen, wij gaan een tutorial samen opnemen. Echt? Oh, superleuk. Ja, een leuke video en dan met wat tips en tricks. Voor jouw kanaal. Vet leuk. Leuk. Zin in? Leuk. Oké, nou, dan ga ik zeggen. Super veel zin in. Ga hier zitten. Okay. Jouw setting thuis. Hè? Ik heb even wat filmpjes van je bekeken natuurlijk. En ten eerste mijn grootste complimenten. Esmee, je hebt zoveel volgers. Ja. Ik vind dat super knap. Dus je doet dat al heel erg goed. Als ik naar je filmpjes kijk, zie ik ook dat je volgers heel erg betrekt. En dat vind ik ook heel erg belangrijk. Bij sommige video's zag ik dat je alleen licht van één kant kreeg. Toen dacht ik, oh, waarschijnlijk staat daar een raam. Ja. En dan werd die kant heel donker. Ja. Ik dacht, ik wil haar gezicht beter zien. Ik wil echt zien hoe je dat doet. Maar wat ook heel vaak wordt gebruikt, dat zijn ringlampen. Heb je die wel eens gebruikt? Nee. Een klein cadeautje voor jou. 3 keer raden, want hij is echt voor jou. Serieus? Oh. Aan. Oh. Nou, camera kan je erachter zetten, zodat je camera hier doorheen filmt. Ja. Super belangrijk dat je altijd voor daglicht gaat. Want als je make-up goed zit in daglicht, zit het in elk licht goed. Ja. Hoppa. Voelt goed? Zeker, ja. Top. He, mensen die willen gewoon echt zien hoe je huid er van dichtbij uitziet, dat het echt gebeurt. Het is wel goed voor jezelf om te bedenken voor een tutorial begint. Waar begin je en waar eindig je? Dus wat is je doel? En wat wil je na het filmpje hebben meegegeven? Want doe je dat van tevoren? Ja, ik heb meestal wel een idee wat ik dan wil laten zien, omdat ik dan echt een duidelijke mening erover geef en zo, maar niet helemaal stap voor stap. Als het maar gewoon duidelijk is, dit wil ik zo meteen laten zien, dit ga ik allemaal doen. En na dit filmpje weet jij hoe deze producten werken. En dan is het een heel duidelijk van waar ze naartoe gaan. Dat vinden mensen altijd lekker. Ja, kijk. Alleen de achtergrond vind ik nog niet helemaal een lekker kleurtje. Yes, thanks Milan. Leuk, hè? Dit is echt leuk. Oh ja, we hebben hier dus even een spiegel neergezet. Ik denk dat het ideaal is dat je meteen in de spiegel kan zien wat je doet, zodat je meteen kan praten naar je volger. Daar gaat hij in 3. 2, go. Hoi, en wat superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben vandaag niet alleen, maar ik ben met Jelly. En wij gaan vandaag samen een video opnemen. Nou, laten we maar snel gaan beginnen. Oké, nou, ik ga beginnen natuurlijk met een schone huid. En dan ga ik beginnen met foundation. En dan doe ik ongeveer 1,5 pompje op mijn gezicht. En dan blend ik het uit met een kwast. Ik vind deze foundation heel erg fijn omdat hij niet heel erg dekkend is. Maar het is een beetje medium dekking. En ja. Zoals je kan zien, ik heb een beetje rode wangetjes. Dat vind ik zelf altijd wel mooi om weg te werken. Ja, ja. Ik ga nu een concealer gebruiken. 1 tintje lichter. Ja, dit zijn wel meer tintjes lichter. Ja. Op mijn kin. Mooi. Wel mooi. Mooi. En dan ga ik verder met highlighter. Vind ik altijd het mooiste van mijn make-up look. Even mooi opvallend. Wat is nou de meest gemaakte fout die je kan voorkomen heel makkelijk? Verkeerd licht, te ver van je filmpje afzitten dus, dat je niet ziet wat er daadwerkelijk gebeurt. Geluid is heel belangrijk, dat je niet te zacht praat of dat je muziekje op de achtergrond te hard gaat. Oh ja, goeie. Mensen vinden het irritant, want ze kunnen zich niet focussen op wat jij zegt. Mm-hmm. Dat mensen soms bang worden van de camera en niet zichzelf durven te zijn. Ja, want eigenlijk heb je tegen je vriendin of vrienden voor wie je het doet. Het is echt een community, hè, dat hele YouTube. Dus ik denk dat je dat in je achterhoofd moet houden, want het zijn echt vriendinnen ook. Maar dat gaat hartstikke goed, moet je kijken. Het is hartstikke goed, voet je erop. Ja, ik vind liquid lipstick altijd veel fijner dan een normale lipstick. Want het blijft bij mij altijd wel wat langer zitten. Oh shit. Hey, dit is leuk. Dit moeten we erin houden, hè? Dit zou ze normaal weg hebben geknipt, of niet? Ja. Even je vinger erin. Ja. De uittrekken langzaam. Zo? Ja. Nou, dat was dan de make-up look. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te zien. Ook leuk dat jij er was. Ja, is gelijk. Ik vond het super leuk dat ik er mocht zijn. Oh, echt leuk. Doei. Hey, Esmee. Oh, echt leuk. Hoe vond je het? Ja, helemaal. Super leuk, ja. Ja, ik heb een heel ander beeld ervan gekregen. Ja, dan zijn we alweer aan het einde gekomen van de dag. Vanochtend belde ik bij jou aan en je dacht echt van wow, wat gaat er gebeuren? Wat vond je nou het allerleukste van de dag? Dit. Ja? Ja. Ah, dat is heel leuk. Ja. Vanochtend vertelde je dat je als doel de 50.000 abonnees wilt. Ja. Heb je dan nu nog meer die drang om de 50.000 te halen? Ja, ik denk het wel.
Ja, ik denk dat ik het nu nog professioneler kan maken en dat het wel gaat lukken, hoop ik. Tuurlijk gaat het lukken. Precies. Je hebt natuurlijk al een hele mooie lamp gekregen. Je mag ook nog alle make-up meenemen die hier ligt, die we hebben gebruikt voor de challenge. Vond je dit een leuke video? Doe allemaal even een blauw duimpje omhoog. Abonneer hieronder op het kanaal van CoTV. Druk ook even op het belletje, dan ben je altijd op de hoogte van alle video's. Abonneer ook op het kanaal van Esme en ook op het kanaal van Telly. Dan zie ik jullie heel snel bij de volgende video. Ciao! Oh.